Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering wil met gezamenlijke inzet SLM uit crisis halen. Israëlische overheid schenkt beschermingsmateriaal aan volksgezondheid. En modeontwerper Jurgen Joval toont dankbaarheid aan directoraat cultuur. De regering wil met gezamenlijke inzet de Surinaamse luchtvaartmaatschappij halen uit de crisis waarin die zich bevindt. De SLM-directie heeft op dinsdag 16 februari 2021 een presentatie over de bedrijfsvoering gehouden voor een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi. Het staatshoofd maakte enkele kanttekeningen die bedoeld zijn om het bedrijf wakker te houden. Rajan Palat Singh, presidentscommissaris van de SLM, stond na het onderhoud de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. De uitdagingen bij de SLM, met name de financiële uitdaging. U weet, we zitten midden in COVID-19. We hadden gehoopt dat COVID-19 nu eigenlijk een eindperiode zou ingaan, maar het blijkt dat er nieuwe varianten zijn, waardoor er nog steeds heel weinig vluchten zijn voor de SLM. Is dat heel moeilijk. Op dit moment, we hebben heel weinig vluchten. We vliegen nu, als ik me niet vergis, 1 keer in de week naar Amsterdam. Daarmee zit je ver beneden je geprognosticeerde opbrengsten. En hoe kijkt u tegen deze uitdagingen aan? Wat zijn de mogelijkheden om toch nog te kunnen verdienen als bedrijf? Kijk, je moet je aanpassen aan de huidige situatie. COVID-19 is een gegeven. We moeten gewoon heel positief blijven. Heel innovatief. Het is niet makkelijk hoor. De luchtvaart is een industrie, maar dat is wereldwijd waar de klappen vallen. Maar we moeten gewoon we hebben een aantal opties waar we goed naar moeten kijken, met name de charters. Maar ook als het luchtruim in die landen dichtgaat, kan je gewoon eigenlijk niks doen. Het is met de vloot die we hebben 2 737-700 en een 777-200, extended range. Als je 1 vlucht per week naar Nederland doet, we kunt u begrijpen dat we er niet uitkomen. We komen niet uit de kosten. De minister van TCT heeft het gezegd. SLM moet lean en mean worden. We moeten het bedrijf efficiënter maken. Duidelijk. We moeten gewoon gaan saneren vind ik niet het juiste woord. We moeten een herstelplan komen waarbij we met een nieuwe view op de SLM moeten gaan kijken waar we naartoe willen gaan. Maar de mogelijkheden zijn er. Ik blijf heel optimistisch, heel positief. Maar je moet gewoon naar je. Het is eigenlijk, ik zeg altijd, het lijkt makkelijk. Ik praat er makkelijk over. Je moet naar je kosten en je opbrengsten kijken. En je moet winst maken. En dat heeft de president net ook gezegd. De vicepresident heeft het ook gezegd. De minister van TCT heeft het ook gezegd. We moeten winst maken. En ja, het is kosten, opbrengsten. Opbrengsten min kosten. Maar natuurlijk moeten we niet vergeten dat de SLM ook een andere functie heeft. En dat is het brengen van toeristen naar Suriname. De spin-off op de economie is ook heel groot. En er wordt gesproken van per binnenkomende toerist ongeveer $1000. De juiste cijfers heb ik nog niet, maar dat moeten we niet vergeten. Ondanks wij verlies draaien, en laat me dat duidelijk verduidelijken, sinds 2006 heeft de SLM geen winst gemaakt. Als u mij vraagt, kan de SLM winst maken, dan zeg ik ja. We moeten een zakelijkere aanpak van de SLM. Nogmaals, het kan. De SLM is een heel mooi bedrijf hoor. Ik heb met heel veel luchtmaatschappijen gevlogen in de wereld. Maar ik vind de SLM een heel mooi bedrijf. Elk land, elke regering heeft zijn eigen beleid. Maar het is ook heel belangrijk, of veel hangt ook daarvan af, dat we gaan vaccineren. Hoe eerder de bevolking gevaccineerd is, de sneller je land kan opengooien. En de sneller krijgen mensen die uit Suriname ergens naartoe willen, toestemming. Want vaccinatie is nu eigenlijk een heel essentieel iets in het gebeuren in de luchtvaart. Als je niet bent gevaccineerd straks, en dan denk ik aan
tegen eind van het jaar. Als je niet bent gevaccineerd, ga je niet meer mogen vliegen. Dus mensen moeten wel begrijpen hoe belangrijk het is om te vaccineren. De overheid van Israël heeft door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een partij persoonlijk beschermingsmateriaal gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. De overhandiging van deze geste vond op woensdag 17 februari 2021 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volksgezondheidminister Amar Ramadin is ingenomen met de donatie. Israël is volgens hem ook het voorbeeld van hoe een vaccinatieplan uit te voeren. Ja, in het kader van de ondersteuning aan elkaar heeft Israël gemeend de Surinaamse samenleving enkele medische spullen te doneren. Het gaat voornamelijk om beschermingsmiddelen. En in dat kader heeft vandaag dus de overhandiging plaatsgevonden vanuit de Israëlische overheid naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, die het op zijn beurt heeft doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in deze om een donatie van 100.000 chirurgische maskers, 4.600 shoe-covers, 4.600 surgical caps, 1.000 surgical gowns, 5.000 KN95 maskers en 20 oximeters. Het is een zeer grote donatie. Suriname-Israël, Israël-Suriname relationship. We have two great champions for that. For yourself in the person of Mr. Fernandez. And in our case, Mr. Harosh. And we look forward to stronger collaboration in terms of investments and private sector engagement. And in that sense, I look forward to working with you closely over the coming months in making that agenda a reality. Thank you very much, and once again, thank you very much for the donation. U weet dat bescherming op dit moment de enige bewezen methode is van voorkomen van ziekte, dus COVID-19. En daarom dat wij zeer veel waardering hechten aan deze donatie. Wij zullen uiteraard de spullen doen toekomen aan de verschillende gezondheidsinstellingen. En van daaruit dat in ieder geval onze gezondheidswerkers, onze frontliniewerkers, op een veilige wijze, op een beschermde wijze, hun werkzaamheden kunnen uitoefenen. En bij deze zeg ik dus de Israëlische overheid enorm veel dank. En kijken sowieso uit naar meer ondersteuning vanuit verschillende landen. Er zijn continu gesprekken gaande. En we hopen dat onze gesprekken ook wat vruchten kunnen afdragen. U weet dat Israël op dit moment het land is met het hoogste percentage van vaccins. Op dit moment hebben ze bijna 7 miljoen vaccins al toegediend. En zitten ze aan de top als je kijkt naar het percentage van populatie welke beschermd is. Dus ik verwacht dat Israël zeker het voorbeeld is van hoe het moet gaan met vaccins. En ook daar zullen wij de nodige logistieke ondersteuning vragen. Maar ook het succes van hun vaccinatieplan willen bekijken. En kijken hoe wij het in Suriname kunnen toepassen. En uiteraard hebben wij daar een ambassadeur. Die ons daar in dit proces zal moeten bijstaan. Het directoraat cultuur heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de carrière van modeontwerper Jurgen Joval. Joval heeft op woensdag 17 februari 2021 zijn dankbaarheid getoond door een wakatiki, wat staat voor vooruitstrevenheid, te schenken aan dit directoraat. Cultuurdirecteur Roseline Daan mocht een gedrapeerde sarong in ontvangst nemen. Joval heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwerpen van koto's. Twee van zijn werken staan in het Tropenmuseum Amsterdam en één in het Kotto-museum in Paramaribo. Kijkt u mee naar het volgende verslag.
inderdaad heb ik een waardering ontvangen, zeg maar niet ik als persoon, maar meer in de functie als directeur cultuur, omdat het betreft die hele cultuur, zeg maar het werkveld van cultuur. En die waardering heb ik ontvangen door de ontwerper, de heer Joval, zeg maar waarmee hij uiting wil geven aan zijn dankbaarheid voor de bijdrage die cultuur in Suriname mede heeft helpen leveren aan zijn groei en ontwikkeling als ontwerper. En natuurlijk ben ik daar heel erg blij mee, verrast zelfs. Toen ik vernam dat hij die waardering wilde geven. Je weet, een waardering, je verwacht nooit een heleboel, maar je bent wel blij met het kleine en zo ook, vooral ik. Ik dacht, het zal een klein gebaar zijn, een dankjewel, misschien een certificaat. En daar zou ik natuurlijk heel gelukkig mee zijn geweest. Maar wanneer je vandaag merkt dat het een stuk groter en uitgebreider is dan dat, dan zeg ik toch wel dat meneer Joval heel duidelijk blijk heeft willen geven aan wat in elk geval cultuur voor hem heeft betekend. En dat cultuur behouden moet blijven in Suriname. Zijn bijdrage, de bijdrage van de heer Joval internationaal en met name Nederland, betekent voor ons dat hij Suriname op kaart heeft gezet, nog eens een keer. En daarbij heeft in elk geval een van zijn ontwerpen, of twee dacht ik, die staan in het Tropenmuseum Nederland. En het gaat om koto's, heel mooie ontwerpen, heel mooie koto's, waarmee blijk wordt gegeven een deel van in elk geval de Surinaams-Afrikaanse cultuur, waar hij een heel goede ontwerper van is. En dat het daar mag staan, betekent voor Suriname een stukje erkenning. Natuurlijk zullen er in Nederland vragen zijn over zo'n koto, wat het betekent enzovoorts. En met die presentatie van de heer Joval heeft hij in elk geval ervoor gezorgd dat er meer bekendheid wordt gegeven aan dat deel van de cultuur. Ik wil aan de overige ontwerpers in Suriname. Allereerst wil ik zeggen, geloof blijven hebben in jezelf. En voor je doelen gaan. Gewoon voor je doelen gaan. Er zijn heel wat hobbels op de weg. Dat is er sowieso, maar dat hebben we allemaal. Maar dat moet je gewoon sterker maken. Maar zolang je ervoor staat dat je je doel wil bereiken, no matter what, je doelen gewoon naleven. En gewoon ervoor gaan. Het is uitsluitend dat ik dus ontwerp. Ik heb dus in mijn ontwerpproces is het dat ik gewoon een intiek heb met de klant. Omdat ik ook vind dat ieder uniek is. Je kan iets zien bij iemand dat ik heb ontworpen, maar het komt nooit hetzelfde. Omdat ik vind van je moet je eigen identiteit hebben, je moet uniek zijn. En het kan erop lijken, maar het is niet hetzelfde als van de anderen. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.